Lieve mensen, 2020 staat in het teken van corona. We kijken terug op een heftig jaar. Met zorgen om de gezondheid van onszelf en onze dierbaren. Met zorgen over ons werk. Eenzaamheid ligt op de loer. Ik sprak met verschillende inwoners over hun ervaringen met corona. Of het nu in het verenigingsleven is, of het nu in het bedrijfsleven is, of dat in de privésituatie is. Het heeft heel veel impact. Ja, de gezelligheid is soms een beetje weg. We hebben veel meer patiënten gekregen die corona hadden. Dus wij moesten veel meer werken. We hebben 12-uursdienst gedraaid. Helemaal geen publiek is natuurlijk. Ja, dat wil je niet als voetballer. Je wil zoveel mogelijk publiek natuurlijk. Je kunt hierna eigenlijk niet een goed verzoen een cabaretprogramma brengen wanneer je het woord corona niet laat vallen. Want het is nogal een belangrijk jaar geweest dit. Maar in deze lastige tijd zien we in onze gemeente ook veel mooie initiatieven ontstaan. Fantastisch om te zien hoe mensen elkaar helpen en kijken wat er mogelijk is. Ondernemers passen zich aan en zoeken nieuwe mogelijkheden. Verenigingen organiseren van alles om de onderlinge band in stand te houden. Ja, en dat zo'n maatschappij, dat zie je van alle kanten wel weer met elkaar proberen van kijk niet wat er niet kan, maar kijk wat er wel kan. Nou, dan hebben we een klussenteam hebben we samen gesteld. Afdelingen konden een klus indienen en die klus werd dan opgelost door de mensen uit de fabriek. En natuurlijk krijg je wel financiële hulp, dat is super fijn, maar ja, je moet ook wel zelf creatief zijn. En dat heb ik wel gemerkt, dat je dat wel echt wordt, zeg maar. Dus op zich heeft het ook wel iets goeds naar boven gehaald. Innoveren en proberen het goede kant te pakken van dezelfde medaille. Je hebt ook meer tijd voor elkaar. Marloes en ik zeggen wel eens, van, zit wel weer bij elkaar op de bank. Dat kent je helemaal niet. Avond en avond weer. We zijn nou met het boksen bezig voor mensen die in huis moeten blijven. Daar zitten knutselspullen in en dat doen we samen met recreatie. En dan hebben ze wat te doen als ze die 10 dagen thuis moeten zitten. De mensen die ik heb gesproken bieden ons perspectief en inspiratie. Alleen kun je veel, maar samen kun je veel meer. En dat moet eigenlijk de leidraad zijn zoals wij moeten gaan acteren in de gemeente Lossen. Doe dingen met je verstand. Zoek het niet op. Maak het niet ernstiger dan het al is. Doe gewoon goed je best, dan zijn we het snelste ervan af. Dat je niet met een heleboel volk bij elkaar gaat zitten. Zodat we straks samen iedereen weer in hun eigen favoriete restaurant of café het glas kunnen heffen. Nou, mijn boodschap is dat iedereen goed voor elkaar moet zorgen. En dat iedereen gezond blijft, dat is het belangrijkste. Ja, ik zou zeggen, laat ons aan de regels houden en laat niet tegen elkaar in gewoon bussen. Want het is zoals mijn vader zei, van met elkaar is maar even. Kort geleden zijn er nog nieuwe maatregelen afgekondigd. De besmettingscijfers zijn nog steeds heel hoog. Iedereen kent voorbeelden van mensen die door corona hard worden geraakt. Veel bedrijven zijn dicht, kinderen moeten weer thuis leren. Hulpverleners zijn heel zwaar belast. We leven met iedereen mee. Mensen, hou u alstublieft aan de regels en wees voorzichtig. Zo komen we zo snel en zo goed mogelijk met z'n allen hier doorheen. Dit wordt een kerst in heel kleine kring. Een kerst van geborgenheid. Op afstand, bij elkaar. Ik wens u een heel mooie kerst.